Zo. Trindamburg hebben we niet. Wij gaan van Schonebeek naar Coevorden. Dat doen we met een 6400 van de Nederlandse spoorwegen natuurlijk in dit geval nog. Kaartje erbij, als het goed is gaat hij refreshen. Goedemorgen meester, jij neemt deze trein over van je collega die zojuist ziek naar huis is gegaan. Ondanks dat je trein nu 1,5 uur achterloopt op de dienstregeling, is toch besloten deze trein richting Pernis te laten vertrekken. Maak uw trein gereed en vertrek richting Nieuw-Amsterdam. Rij op station Nieuw-Amsterdam uw trein helemaal tot aan het Dwergzijn. Goedenavond, welkom. Zelfs hier hoor je hem nog als je hier buiten staat. Hopelijk dat hij dichtbij genoeg is dat hij geactiveerd wordt. Denk het niet. Denk niet dat we dichtbij genoeg staan. Hallo. Hey.
Nou, het is leuk voor al die mensen hier. Want die mogen de hele trein voorbij zien komen. Dank je, Daniel, voor alle support in mij. Dank je. En op de kaart, hè, staan we nog niet eens op die N-weg. Zo lang is ons de achterkant van de trein. Party time. Ik maak even ook muziek, zeg maar, voor die auto's hier, voor diegenen die wachten. We zijn voorbereiden. Vroom. Oh, geweldig. Die volgen al. Zijn ze al aan? Ik zou zeggen hier een remix van maken. Zifa. Dit stuk heeft geen ATB. Störung. Volgens Romy blijkbaar in deze tijd toen werd hij echt letterlijk uitgezet, zeg maar. Zit volgens mij twee keer op dat hij bij de inschakel weer aangaat of zo. Zover ik heb gehoord. Er zat een stukje richting
was het dus? Een Marienberg richting Almelo. Niet vergeten hè, dat dit de oudheid is, hè? Het is niet de nieuwheid. Die doet het wel. Ik bedoel, niet zo oud als het Oude Testament of zo. Dat is een beetje extreem. Maar, meneer, goedenavond. Ik wil heel ietsjes naar beneden zetten, maar niet helemaal uit. Zes over elf hoor, bijna weer. 11:56. Nou, thanks, Clip. Dank je, Stefan. Was verkeerde toets. Zijn er bijna. ATB inschakelbord. Ik ben benieuwd. Oh nee, dat zou je naar de andere. In nummertje 2 ging je automatisch aandacht tegen. Dus ik vind het prima. Dat was in scenario 2 dacht ik ofzo.
Even kijken, moest zij Nieuw-Amsterdam helemaal doorrijden tot het einde? En ik begrijp waarom. Vanwege onze lange trein. Flink door. Hij remt goed. Ik heb nu houden een trein op. Zo. Als het goed is, heb ik genoeg ruimte achteraan overgelaten. Oh, gelukkig. Past inderdaad maar net. Tijd om de wagons af te koppelen en kop te gaan maken. Dat gaan we zeker doen. Rij nu naar stopplaats in. Krijp. Niks gezien. Ik was vergeten dat we niet in de trein staan. Kijk, waar moeten we stoppen trouwens? Storm. Voorbij de... kwijt zijn. ATB, make up your mind please, thank you. Goederen zijn belangrijk. Voor het geval doen we deze uit namelijk en dan gaan wij switchen. Kijk, onze rijweg is ingesteld. Nu op naar spoor 2A, het inrijssein dient mogelijk getapt te worden. Met 6460. Wij hebben de 20 en de 63. Okay.
Mijn hele trein vol met olie. Oh, je kleedt trouwens inderdaad voor de editie 612. Dat was toch niet een. Was dat niet een. Stoomlok of zo? Of was dat de diesel? Nee, de diesel was de 2000. Zifa. Dank je, David. Zifa. Alsof ze dadelijk op de service onnoos. Zo. Doen we die weer uit. Die. En nu terug, ja, tap. We hebben een approval. Want ons spoor is namelijk bezet, dus dan moeten we inderdaad tappen. Maar volgens mij kun je dat ook oplossen met een scenario maken tegenwoordig. Dit is wel een van de originele scenario's. Was nog volgens mij voordat die marker er was, dacht ik, deze route en scenario. Ouch. Maar de trein uw vertrek gereed en vertrek wanneer het zijn veilig komt richting Koevoorde. Voor de olietrein geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. Nou, we hebben een groen sein, dus we mogen gaan. Maar als ik die marker hier neerleg, kreeg ik altijd naar dit spoor altijd geel knippen op de eerste keer. Maar volgens mij hoort dat toch als je op een bezet spoor komt. Bijvoorbeeld ook, ik zie het ook al gebeuren in. Kom op. In Z van de laatste tijd. Deze op 1B is een vertrek zijn blijkbaar defect of zo, want die brandt niet. Maar ze hebben wel, of hij gaat niet aan trouwens, dat kan ook omdat hij dwerg zijn geel knippen heeft. Vroeger reden ze gelijk door naar dat andere bron toe. Maar deze keer, tegenwoordig in de nieuwe dienstregeling moeten ze daar eerst stoppen, alle mensen uitlaten, dan wachten tot die andere trein. En ondertussen komt de andere trein die naar Winterswijk, die komt er heel langzaam achteraan geslopt. Dus één trein gaat er doorheen, over de wissel, en de andere komt eraan. En dan gingen ze zo vlak achter elkaar, met 5 meter of zo. Geweldig.
Pro 2006. Cargo. Ik dacht dat dit gaat niet goed. Wat een zware trein heb ik, serieus. Dat ging een beetje te vlot. Ik denk niet dat ProRoad blij met mij is in dit geval. Jammer voor al deze mensen hier. Het blijft een mooie scène dit hoor. Het geluid komt ergens hier vandaan. Ik heb gelukkig een grond zijn. Heel groen watergok. Siva, Siva, Siva. Oké.
Oh, dat kan zat. Maar voor jou zet ik hem zachter hoor. Hier, hoppa. Tapeten. Waar komt de zon vandaan? Precies achter. Oh, toen was Slip meneer nog niet geboren. Sorry. Dat is niet te bedoelen. Mijn excuses daarvoor. Met een draaioog midden in het weiland. Ze zegt nog ver uit dus. We zitten bijna op het lange stuk voorbij. Bijna in Coevorden. Vijf, zes puntjes of zo. We zijn gelimiteerd aan 60 helaas, dus... Nee, wij mogen niet harder dan 60, dus helaas.
Ja, dat is een scheurbak van vroeger. Kom wel intussen door dalen heen. Het is wel een mooie stad ongeveer deze de snelheid. Goedenavond, welkom. Dat zat ik zo nu niet meer werken in de volgende fase van deze. Dat is jammer. Maar dit was ook. Dit is een eerste versie scenario, hè? 1.12. Op een gegeven moment gaat niet alles meer werken. Volgens mij dacht ik ook bij andere diverse routes, zeg maar, dat. Op een moment oude versie van scenario's, dan gaan ze niet meer door, zeg maar. Maar misschien zijn ze nog wat te fixen of zo. Maar dan is het ook een kwestie van opnieuw inleggen, waarschijnlijk op testen of iets met markers. Maar het is ook weer een kwestie zo van, ga je er nog tijd in steken op dit moment? Dan is het toch wel. Op dit moment heb je er genoeg aan gedaan. Ja, als je die hebt, kijk, de verkanting zelf, die zal waarschijnlijk wel werken. Maar voornamelijk als er markers zijn verwijderd en toegevoegd. Als ze exact dezelfde namen hebben, dan zal het volgens mij nog wel kunnen, dacht ik. Maar anders. En anders kun je altijd met een schoon beginnen, hè. We zijn er bijna voor een spoor 4. Te knutsen aan de scenario, o jee. Als het maar niet met sneeuwpoppen is, want daar heeft Christian geen zin in.
Ik begroet juist het. Ik probeer het te blussen. Draaiorgel zeker. Ik vind het wel grappig, maar we staan nu... Nou ja. Ik denk niet eens dat we überhaupt op hadden gepast. Maar goed, we zijn er. Goed gedaan, einde scenario. Simpel, maar effectief.